Oudhuizen, goedenavond. Burgemeester Halsema noemt de Nashville-verklaring een liefdeloos document, maar het mogelijk niet negeren, zijn ze vanavond tijdens een manifestatie bij het homo-monument in Amsterdam. Daar waren honderden mensen die vinden dat homo's door de verklaring van streng gelovigen worden buitengesloten. Intussen rommelt het bij de initiatiefnemers van de verklaring. Ze zijn geschrokken van de ophef die ontstaan is en gaan zich opnieuw over de tekst buigen. Dat zegt een dominee op de site van Trouw. Volgens hem worden er voorlopig ook geen nieuwe handtekeningen voor het pamflet verzameld. Justitie eist 3 jaar cel tegen een man uit Meppel die jarenlang zijn dochters heeft misbruikt. Dat begon al toen ze net waren geboren. Het misbruik kwam in 2014 aan het licht toen het oudste meisje 10 was en het aan haar moeder vertelde dat ze op school seksuele voorlichting had gehad. De vader bekende pas vorig jaar. En dan mag van de rechter niet worden gestaakt bij autofabriek VDL Netcar in Born. Het personeel wilde het werk morgen en vrijdag neerleggen voor betere arbeidsvoorwaarden. Maar de rechter is bang dat BMW dan afhaakt bij VDL. Het CNV vindt het een vreemde uitspraak. En de FNV benadrukt dat bij andere metaalbedrijven wel mag worden gestaakt. En dan nog het weer van Weer Online. Koude avond en nacht met op veel plaatsen een lichte vorst. Morgen vanuit het noordwesten bewolkt en motregen. Maar in het oosten en zuiden nog lang droog met wat zon. Het wordt 2 graden in het oosten tot 6 aan zee. En tot zover het ANP-nieuws.